Hey en welkom bij een nieuwe video. En in deze specifieke video ga ik 20 producten samen met je doornemen, waarvan ik denk dat die in 2023 potentiële winnaars gaan zijn. Het is niet taak dat je deze producten blind gaat overnemen, maar dat je echt de mindset erachter snapt waarom ik deze specifieke producten heb uitgekozen om te gaan verkopen met Facebook ads. We beginnen met het eerste product, en dat is een magnetische keukentimer. Dan kan je in de gaten houden. Die kan je gebruiken voor koken, voor douchen, maar ook voor werk en productiviteit bijvoorbeeld. Ik vind dit een heel handig product. En ik zag hier dat er al veel orders waren, positieve recensies. En het is niet iets wat ik vaak eerder had gezien. Dus dit soort producten zoek je eigenlijk naar, die veel mensen kunnen gebruiken. Mensen kunnen het gebruiken voor koken, sporten, douchen, studie, werk. Grote markt. En daarom is het ook zo'n super product. Inkoopprijs 15 euro. Laten we zeggen dat er nog 5 euro shipping bij komt. 20 euro. Dit is echt wel een product dat je voor 40 euro per stuk kan verkopen. 39,95 sorry. En daar een long, long term brand omheen kan bouwen. Dit is gewoon een heel mooi product. En Bassius is dus ook zeker een aanrader qua elektronica. Qua shipping. Dan gaan we door naar het volgende product. Een I love you board. Je kan het gebruiken voor kinderen maar ook voor je vriendin. Wat super, super interessant is, is dat je hem eigenlijk meerdere varianten van hebt. En dan kunnen we kijken welke het best verkocht wordt bij recensies. Dus dan ga je bij recensies kijken, oké, okay, welke wordt meer hard, kalender, blank. Blank, blank, blank. Oké, okay, blank wordt dus het meest verkocht, als ik zo even snel kijk. Het is ook logisch, want dan kunnen mensen zelf er iets op typen wat ze willen. En daarom zou ik dit product eventueel gaan testen. Nu achteraf zie ik wel dat het meer dan 30.000 orders heeft. Dus het heeft meer dan 25.000 orders, wat dus de grens is voor verzadiging. En daarom zou je dit product afrekenen. Had die minder dan deze orders, was het zeker een goed product om door te gaan. Een neustrimmer. Zoals je ziet is het gewoon een heel simpel product. Maar het is wel een heel goed product. Want iedereen heeft natuurlijk neushaar. En zeker als man zijnde heb je daar gewoon last van en dan wil je dat weg gaan halen. En daarom is het ook een probleemoplossend product en is het een product wat je wilt toevoegen. Alleen zie je hier weer dat er meer dan 55.000 orders zijn. Dus dit product is al redelijk verzadigd en zou ik dus niet meer aanraden om te verkopen. Dan gaan we door naar LED Digitale Projectiewekker. Het is een projectiewekker die niet alleen de tijd weergeeft, maar ook graden, uh, percentage, 180 radio. Eigenlijk heeft het heel veel dingen: USB, humidity, temp, sleepmeter, zon. Het heeft gewoon heel veel functies. En het is veel meer dan een normale telefoonwerker. Het heeft veel orders en daarom is dit een product dat je zeker wil gaan testen. En dit specifieke product heb ik vorig jaar ook verkocht op een general store en dat liep overigens heel erg goed. Oké, okay, dan gaan we naar de inductie spelende krab. Het ziet er misschien simpel uit, maar het is een spelende krab zoals je hier in de video ziet. Dat maakt het dus extra uniek. En is ook heel erg leuk voor kinderen. En zeker als een verjaardagscadeautje. En kinderen leren daar wat van. Ze kunnen er lekker mee spelen. En dat soort markten wil je ook zeker inzetten. Dus dit is zeker een product dat ik zou testen. Dan hebben we nog een haarremover. Pijnloos. Tuurlijk zijn er heel veel laser epilators. -epula maar deze viel gewoon bij mij in de aandacht. Hij is nog niet verzadigd. Hij heeft gewoon meerdere opties. En hij zorgt er gewoon voor dat je je haar weg laat halen. En zeker als vrouw is dat iets wat ze wil. En het is pijnloos. Gemakkelijk, je kan het in bad gebruiken. Of waar dan ook. Om het gemakkelijk weg te halen. Herbruikbaar, je kan het meerdere keren gebruiken. Daarom is dit een eventueel goed product. Om te gaan verkopen. Gaan we door naar het volgende product: Een muurbeugel. En dit specifieke product is heel probleemoplossend. Je kent het allemaal wel als je je telefoon aan het opladen bent. Dan weet je niet zo goed waar je moet leggen op de grond. Of op je stoel of op je bureau. En met deze kan je hem daadwerkelijk aan je muur ophangen. En daarom is het ook een goed probleemoplossend product om te gaan verkopen. Een echte aanrader is dit. Dan gaan we door naar het volgende product: intelligente prullenbak. En zoals je ziet, heb ik hiervoor een prullenbak gekozen met sensor. Dus die dan automatisch open gaat. En zoals je hebt gezien in de voorgaande producten, dat ik focus op grote markten. Bijvoorbeeld, veel mensen hebben een vuilnisbak. Veel mensen hebben een telefoon. Veel mensen hebben een wekker. Dat soort producten voor grote markten. Ik ben niet specifiek op zoek naar, naar kleine campingmarkten waar, waarin toch niks verkocht wordt. We zoeken echt naar grote markten en ook producten die voornamelijk voor vrouwen zijn. Daar zou ik je focus op zetten. Maar in dit specifieke geval kan je dit in de keukenkamer, in de badkamer of zelfs in je woonkamer gebruiken. Daar hebben we hier meerdere varianten van. We kunnen dit echt wel voor een mooie prijs gaan verkopen via Shopify met Facebook Ads... En een mooie marge pakken. Dus dit is ook zeker een mooi voorbeeld. En dit is tevens een product dat ik langere tijd goed heb kunnen verkopen op bol. Dan gaan we door naar een iets simpeler product: veel orders, keukenlepel. Het stelt misschien niet zoveel voor. En ik ben normaal ook niet zo'n fan van plastic producten. Maar dit product is gewoon heel handig. Want het is klein. Het neemt weinig tijd in beslag. En het is makkelijker om, om je eten mee klaar te maken. Dus dit soort producten hebben mensen gewoon nodig. En zijn mensen ook redelijk bereid om op impuls snel te kopen? Van oké, okay, oké, okay, dit heb ik nodig om s'avonds te eten, want dit gebruik ik dagelijks. Dat soort producten zoek je dus. Die mensen dagelijks kunnen gebruiken en die probleemoplossend zijn. En dit is specifiek ook een vrouwendominant product. Oké, okay. anti-verloren apparaat voor je hond. Dus als je je kind kwijtraakt, of portemonnee, of wat dan ook, dan weet je weer waar het is. En dat is gewoon super belangrijk dat je het daardoor kan gebruiken. En zeker voor je hond. Kijk, als je een hond hebt, dan weet je dat hij af en toe weg kan lopen. En dat wil je gewoon niet hebben. En als je dit product hebt, dan kan je precies zien waar die is. En dan hoef je dus ook geen chip bij hem erin te zetten, zoals bij vele andere honden wel gedaan wordt. Daarom is dit een probleemoplossend product en een zeer interessant product om te gooien op Shopify. Ik kwam dit product ook tegen. En dit product had eigenlijk mijn aandacht gepakt, omdat het lichtgevend is op je stal, of op je trap, sorry. En dat pakte gewoon mijn aandacht. Het heeft al redelijk veel orders, lichtgevende tape. Het is makkelijk, maar het valt wel op en het ziet er heel nice uit in de kleur groen. En daarom zou ik dit product zeker toevoegen. Dit kan echt een heel trending product zijn. En zoals je ziet is de prijs heel laag. Dus kunnen we hier echt een mooie marge mee, mee gaan pakken. Oké, okay. Bluetooth draadloze care kit handsfree. Zoals je ziet hebben we weer een markt gevonden die veel gebruikt wordt. Auto's, daar zitten gewoon heel veel mensen in en ze willen gewoon draadloos handsfree Muziek afspelen. En dat kan met dit specifieke product. Tuurlijk zijn er veel producten met, uh, met veel verzadiging hierin. En daarom zou ik dit product nu niet meer markten. Maar het was wel een heel mooi product. Alleen er zijn gewoon heel veel bestellingen geweest dat dit product verzadigd is. Dan gaan we door naar een muursticker. En het bijzondere aan deze muursticker is dat hij licht geeft. Maar zoals je ziet, heeft hij hier ook weer veel orders. En daarom gaan we dit specifieke product niet meer toevoegen omdat het gewoon verzadigd is. Oké. Okay. Dan hebben we een nieuwe draagbare facial oil verwijdering massageolie. Massageolie voor je gezicht. Dat daadwerkelijk helpt voor je poriën en voor de absorptie van je huid. Een heel mooi product. Vrouwendominant. En zeker een product dat je wil gaan adverteren. Pas wel op met before en after foto's bij het adverteren van jouw specifieke product. Oké. Okay. Dan hebben we nog een product. Wat eigenlijk een beetje hetzelfde is als de laser epilator. Eigenlijk precies hetzelfde product is dit. Dus dit product ga ik voor nu even overslaan. Dan hebben we hier nog een heel mooi product. Dit kan je gebruiken voor je badkamer, voor je douche, voor je aanrecht. Eigenlijk een grootsteenreigenaar. We hebben het allemaal wel. Je bent jezelf aan het douchen. En je, je hebt jezelf geschoren. En dan blijven die haren achter. En zo kan je het eigenlijk in één keer weggooien. Hetzelfde geldt voor je keuken. Als je zooi hebt van na je eten of van je ei of wat je ook gemaakt hebt. Dan kan je het makkelijk weggooien. Kijk, het is natuurlijk wel plastic. Daar ben ik altijd minder fan van. Maar voor dit specifieke product is het gewoon heel handig om deze wel te gaan markten. Want als je iets van metaal hebt, is het niet handig. Dus je kan wel plastic producten verkopen, maar zorg ervoor dat het logisch is dat ze van plastic zijn. Dan hebben we nu een nieuw product: face apparaat, EMS, microcurrent, aanscherping van je huid. Huidproducten doen het ook altijd goed. En vrouwen willen gewoon een hele mooie huid hebben. En daar zorgt dit product voor. Het is massage, het herpt tegen rimpels. En het zorgt voor huidverzorging. Een heel belangrijk product om te verkopen dus. En aangezien het vrouwendominant is, ook een goed product. Nu hebben we nog een vrouwendominant product. Dat is voor wenkbrauwen. Om stempels erop te zetten. Het is een set. En je ziet dat er al veel goede orders zijn. We hebben een aantal kleuren die we hiervoor kunnen gebruiken. En daarom zou ik dit product ook zeker gaan toepassen. Dus focus je op producten... Met een hele grote markt, auto, tuin, speelgoed, fashion, beauty, gezondheid, elektronica. Grote markten waarvan mensen dagelijks dit soort producten gebruiken. En daarom is dit ook een goed voorbeeld van een product dat er doorheen komt. Oké, okay, dan hebben we nog herbruikbare siliconen rimpelverwijderaars. Dit zorgt er gewoon voor dat je een betere huid krijgt. En we kunnen dit als set gaan verkopen. Wat natuurlijk super mooi is en ook nog eens goed werkt. Dus zorg ervoor dat je problemen oplossende producten gebruikt, zoals deze. Hebben we hier nog een product? Nekmassage. Dat zijn heel veel goede producten van, maar zoals je ziet zijn hier gewoon heel veel orders. Maar je zou eventueel kunnen kijken naar als je producten vindt die dus verzadigd zijn met te veel orders, ga je eigenlijk kijken of je een eventueel vervanger voor dat product kan vinden. Of je een andere soort postuurcorrector of klein massageapparaat voor je nek en voor je schouders en voor je rug krijgt. Aangezien dat gewoon een groot probleem is. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. En we hebben in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 producten al samen gevonden. die je zou kunnen gaan testen op je store. Het is belangrijk dat je niet specifiek deze producten gaat testen. Dat gaat niet werken. Ik wil dat je deze video misschien nog twee of drie keer gaat bekijken en dat je echt begrijpt: van oké, okay, waarom kies ik specifieke producten uit? Ik wens je heel veel succes bij het vinden van jouw 2020-productenlijst en zorg ervoor dat je alle tips toepast die ik je in deze video heb gegeven. En ik zie je graag terug.